Welkom terug bij een gloednieuwe transfervideo. Jongens, vandaag gaan we het hebben over een speler die je in de thumbnail al hebt zien staan. Lionel Messi. Er is veel gaande in Barcelona, veel nieuws. En ik hoop dat jij zin hebt in deze video, een blaarlampje omhoog doet. En laten we maar gewoon heel snel gaan beginnen. Wil je naar FIFA 21 al pre-orderen? Doe dat dan via startselect.com. Het linkje van startselect staat boven in de beschrijving. Met de kortscode Trinity krijg je 3% korting op je aankoop. Een kleine korting, maar het scheelt toch bij grote bedragen. En koop je nou te goed voor jou telefoons, weet ik veel wat, Apple Store, noem maar op. Kan ook allemaal bij startselect. En gebruik de kortscode Trinity. Heel simpel, heel makkelijk. Link is aan in de beschrijving. Oké, jongens, ik heb het al 2 video's achter elkaar gezegd. Maar nu de derde video. Ik heb weer een ander kanaal. En op dit kanaal kan je precies dit soort video's zien. Maar dan met extra transfers. Met extra ratings bij ratingvideo's. En ook andere video's die hierop lijken. Ze zijn korter, zonder mijn facecam. En jij moet even op dat kanaal abonneren. Als jij wil, via het i'tje dat nu in beeld staat. Of link in de beschrijving. Het heet gewoon letterlijk Hees. En ik ben niet Hees, maar mijn naam is al Haas. Dus abonneer even, check het en laten we snel beginnen. Goed, wij gaan vandaag weer over transfers hebben. En we beginnen met Alexis Sanchez. Hij speelde 13 wedstrijden in de Serie A. Scoorde daar een 2 keer en maakte 5 assisten. Nou ja, het ding is dus eigenlijk, waarom wil Inter hem nou houden? Want daar gaat het over. Ik heb geen idee. Hij is al wel 31 jaar oud en heeft de afgelopen 3 jaar geen goed voetbal meer echt laten zien. Maar goed, Inter wil Alexis Sanchez definitief overnemen voor 20 miljoen euro. Voor United heel mooi, zij krijgen daar 20 miljoen. Maar ja, weet je, ja, als Alexis weer kan voetballen bij Inter. Ik bedoel, hij is natuurlijk ook een groot deel van dit seizoen geblesseerd geweest. Laten we dat niet vergeten, waardoor hij niet heel veel heeft gespeeld. En Inter, ja, die trein die zij daar hebben, die raast maar door. Speler na speler wordt daar aangetrokken. Hakimi is nu ook al geconfirmed. En dadelijk komt waarschijnlijk Emerson ook nog eens. Zlatan Ibrahimovic, jongens, de leermeester in Milaan. Heeft een contract tot en met 31 augustus. Dus dat is net voor in september. Wauw, dat is echt heel knap. Dat ik dat weet gewoon. Nou ja, maar niet uit. Maar in ieder geval, hij gaat daar waarschijnlijk misschien geen verlenging krijgen bij AC Milan. Alhoewel, denk ik dat Milan het best zou willen, gaat Ibrahimovic nog één allerlaatste stap maken. Hij wordt dit jaar 39, maar hij gaat nog één allerlaatste stap maken. En het is best een rare stap. Hij gaat naar Hammarby. Ik geloof dat die club zo heet, dat je het zo uitspreekt. En hij gaat daar zijn laatste jaar voetballen en niet bij Malmö. Waar hij dus in zijn eerste jaren heeft gevoetbald. Ja, het is best wel logisch, jongens, voor de mensen die het niet weten. Zlatan Ibrahimovic heeft de club Hammarby gekocht, of Hammarby, in Zweden. En daar gaat hij dus zijn laatste jaar voetballen. Hij komt bij Malmö, komt hij vandaan. Daar heeft hij ook een standbeeld staan. Maar daar gaat hij dus niet terug naartoe waarschijnlijk. En als we het toch over hele oude voetballers hebben, hij staat nu in beeld. Wesley Sneijder. Sneijder is 36. Sneijder is 2,5 jaar jonger zowat dan dat Ibrahimovic is. En dit is onzin, hè? Geloof dit absoluut niet. Maar Sneijder wordt nu gelinkt aan de transfer naar FC Utrecht. En dit kan maar één ding ontstaan zijn natuurlijk. Door de transfer van Arjen Robben wordt er veel gesproken over dit soort, ja, overstappen van retired voetballers die dan weer opeens gaan voetballen. Allemaal leuk en aardig. Maar laten we wel eerlijk zijn. Sneijder is na zijn voetbalcarrière, die eindigde pas in 12 oktober 2019, vorig jaar dus, net zoals Robben eigenlijk ook, is hij iets meer gaan eten dan Robben? Is hij niet even fit gebleven als Robben? Sneijder heeft nogal een bierbuikje gekregen. Kijk, ik kan er niks van zeggen, maar als je een topsporter wil blijven, denk ik toch dat je niet met een bierbuikje op het veld moet staan. En is het nog mogelijk voor Sneijder om te voetballen? Ja. Maar niet volgend jaar al. Ik denk best wel als hij nu opeens fully dedicated 7 keer per week gaat trainen. En weet ik veel wat dan afgetraind kan worden. En dan ook best wel een paar minuutjes kan meevoetballen. Maar het gaat niet gebeuren. Het is Sneijder ten eerste. We weten dat hij best wel niet lui was. Maar toch wel een beetje, altijd een beetje laks eraan was. Zo zegt hij ook dat hij de ballen door had kunnen winnen. Maar het hem allemaal niet heel veel uitmaakte. Hij zal niet alles op alles zetten om nu nog een paar minuten voor Utrecht te gaan spelen. Dat is wat ik denk. Ik zou het heel vet vinden als hij het wel gaat doen, maar de kans is mij best wel klein. Bayern München heeft geconfirmed dat ze niet meer door willen met Thiago. En eigenlijk werd er al best wel wat gesproken over een transfer van Thiago de afgelopen weken. Maar ja, nu Bayern München heeft geconfirmed dat ze niet door willen met Thiago,
lijkt het allemaal een beetje rond te komen. Thiago gaat een overstap maken naar Liverpool. Dat wordt een nieuwe aankoop daar. En nogmaals, ik zeg het vaker, Liverpool moet ook een speler kwijt. Er komt nu weer een middenvelder bij. Nu gaat Milner waarschijnlijk wel weer een trapje omlaag. Die gaat waarschijnlijk misschien al met pensioen. Dat is hij nog niet gedaan. Of nog niet geconfirmed. Maar ja, Naby Keita, Henderson, Wijnaldum, Fabinho. Daar komt dus nu nog eens waarschijnlijk Thiago bij. Ze hebben ook Chamberlain nog. Het is te veel. Ik ben benieuwd wat Liverpool hiermee wil gaan doen. Thiago is een hele goede voetballer. Zal waarschijnlijk ook veel minuten krijgen. Maar gaat er nog iemand bij de uitgang van Liverpool staan? Wie wil er nu überhaupt weg bij Liverpool? Bij dit huidige Liverpool? Ja, ik zou het niet weten. Ik ben heel benieuwd wat Jurgen Klopp gaat doen met Thiago. Een FIFA legend, Saint-Maximin van Newcastle United. Heeft een heel goed seizoen daar gespeeld. Kostte ongeveer rond de 20 miljoen euro. En wordt nu gelinkt aan het transfer naar Paris Saint-Germain. Ja, Paris Saint-Germain moet er natuurlijk geen 20 miljoen voor betalen. Die denk ik dat ze rond de 50 miljoen moeten gaan betalen voor hem. Maar trainer van Newcastle United heeft nu al gezegd, er is geen enkele kans dat Saint-Maximin de club verlaat deze zomer. Vanuit de lichte kans ook een heel klein 8 dat Saint-Maximin weggaat, maar nog altijd. De interesse is er, het gerucht staat, vandaar dat ik het bespreek. En het zou best wel leuk zijn als hij een overstap zou maken. Alleen denk ik ook dat de kans best wel klein is dat hij zou spelen bij Paris Saint-Germain. In een aanval met Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi. Ja, weet je, Saint-Maximin is best wel een groot talent. Is best wel een goede voetballer. Maar nog altijd in dat lijstje is hij niet heel veel, denk ik. Haha, is toch? Word niet boos. Ik noem hem weer. Jadon Sancho, ik weet niet of ik hem in de thumbnail zet, misschien niet, maar het zit namelijk zo. Jadon Sancho, ik bespreek hem weer omdat er een soort van update over hem is. Dortmund en United zijn al wekenlang bezig, zo lijkt het vanuit de buitenwereld rondom Jadon Sancho. Maar nu kwam een Duitse bron met nieuws over de onderhandelingen die Dortmund stelt aan United. Dortmund heeft gezegd dat Jadon Sancho 120 miljoen euro kost, niet meer en niet minder. Naar meer zullen ze vast accepteren, maar minder 100% niet. En Jadon Sancho moet gekocht worden voor 10 augustus, als ik het goed heb, of 7, ik geloof 10 augustus. Waarom is dit? Ook dit is logisch. Daarna gaat Dortmund namelijk op trainingskamp. Dan willen ze een selectie vast hebben. En dan willen ze niet dat op het laatste moment nog een speler weggaat. En vooral niet zo'n speler als Jadon Sancho. United zal vast het geld hebben om hem te kopen. Als dadelijk een Alexis Sanchez nog weg zal gaan, misschien nog een speler zal vertrekken, hebben ze alleen maar meer geld. Ik denk dat ze hem kunnen halen. Ze weten wat hij kost. En ik ben benieuwd wat er gebeurt. Ik ben echt benieuwd wat er gebeurt. Goed nieuws vanuit Rotterdam. Want uiteindelijk, na 3 pogingen, lijkt Brian Linssen dan toch de overstap te maken van Vitesse transfervrij naar Feyenoord. Ja, ze wachten hier al heel lang op en het is mooi dat hij nu eindelijk de overstap kan maken. En ja, Feyenoord haalt er een mooie speler bij. Is al aankopen nummer 3 of 4. We hebben natuurlijk Diemers gehad. We hebben Conte nu gehad. En dan komt Linssen erbij. Dat is 3 dan, denk ik, toch? Of mis ik er een? Klopt het niet. Sven Botman beleefde dit jaar een goed seizoen bij Heerenveen. Uitgeleend en natuurlijk eigendom van Ajax. Maar Ajax gaat hem geen kans geven in het eerste elftal. En gaat hem meteen doorverkopen aan de Franse ploeg Lille. 8 tot 9 miljoen euro gaat hij kosten. Ligt eraan wat die bonussen erbij optellen. En uiteindelijk zal dat, ja, jammer zijn voor Ajax, denk ik. Want ja, ik bedoel, zo enorm sterk was de verdediging van Ajax dit jaar ook al niet, toch? Misschien was Sven Botman wel een ideale speler geweest daar achterin. Ik snap eigenlijk echt niet waarom hij niet de kans heeft gekregen bij Ajax. Misschien had hij wel een heel goed jaar dit seizoen. En kon hij volgend jaar voor 30 of 20 miljoen, weet ik veel wat, in ieder geval meer dan het dubbele, weggaan. Ja, ik ken Sven Botman niet heel goed. Ik heb alleen een paar wedstrijden zien voetballen bij Heerenveen. Het was een prima verdediger. Maar ja, je weet nooit hoe zo iemand zich kan ontwikkelen in een jaar. Ik vind het raar dat Ajax hem voor relatief zo weinig geld doorverkoop. En we sluiten af met het nieuws van het nieuws van het nieuws. Lionel Messi gaat weg bij Barcelona. Kijk, in principe hebben we het bijna ieder jaar wel een beetje over deze transfer. Toch? En nou ja, we hebben het eigenlijk vooral over deze transfer als het slecht gaat met een bepaalde ploeg. Laat het nu heel toevallig net enorm slecht gaan met Barcelona. Er wordt daarom heel veel gesproken dat Lionel Messi weg wil, dat Kike Setién weg wil, dat of weggaat, dat Griezmann weg wil. En ja, uiteindelijk komt dat alleen maar omdat Barcelona slecht presteert. Stond Barcelona momenteel eerste en
speelden ze ja, de Champions League door. Maar ik bedoel, deze momenten in Champions League, je snapt wat ik bedoel. Dan was er niks aan de hand. En een speler als Messi, die al zijn hele leven toegewijd is aan Barcelona, zal naar mijn mening niet weggaan met Barcelona, omdat hij ontevreden is over de resultaten. Dus dat denk ik dat eigenlijk ieder jaar als we dit bespreken. En ja, eigenlijk ook ieder jaar als deze transfer opduikt, dan wordt er maar één club genoemd die Messi kan kopen of Messi wil halen. En dat is Manchester City. Ja, het zou heel vet zijn. Ik geloof dat Messi nu 33 is. Ja, dat klopt. En dat betekent dat hij best wel 2 of 3 jaar, misschien wel ietsjes langer, op het topniveau kan voetballen. Als je dat buiten Barcelona wil doen, zou City een hele mooie ploeg zijn. Ik denk dat het dan wel zo zal gaan zijn dat Messi transfervrij weg zou willen bij Barcelona, wordt nu over gesproken. Want Barcelona heeft een enorm hoge release clause op hem gezet. Afkoopsom. Dus City kan er waarschijnlijk eens betalen. En Barcelona zal tegen geen enkel aanbod meewerken aan een transfer. Dus als hij weg wil, moet hij sowieso nog een jaar uitzitten. Maar de kans is heel klein. Ik ga hem ook op 10% zetten. Want ik denk dat Messi zal eindigen bij Barcelona. Of in Argentinië. Of weet ik wel waar. Het zou raar zijn als hij nu alweer een overstap zou maken naar de Premier League. Het zal wel heel vet zijn. Want als hij in de Premier League dadelijk ook zou laten zien. Wauw, dan echt hands down. Heel veel respect voor Messi. Maar nu Barcelona. En ik denk dat dat het gewoon blijft. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Heb jij een blauw duimpje omhoog gedaan? Abonneer op Twinity. Doe dat vooral. We zitten echt bijna op de 101.000 abonnees. Ik zou echt leuk vinden als we dat weer kunnen halen. Dus abonneer even als je dat niet hebt gedaan. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video weer terug. Jongens, de ballen. De ballen. En laat die niet vallen. De groeten. Joejoe.